Heb je affiniteit met het klimaat en wil je een ambassadeur zijn voor je gemeente? Voor de Nationale Klimaatweek, die eind oktober wordt gehouden, wordt nog gezocht naar 4 zogeheten klimaatburgemeesters. Helen Taylor van de Nationale Klimaatweek vertelt wat een klimaatburgemeester precies moet doen. Het is een officieuze titel en het idee is dat klimaatburgemeesters hun wijkgenoten of plaatsgenoten gaan inspireren met hun verhaal om te laten zien wat zij doen en daarmee dus ook het goede voorbeeld geven en mensen aansporen om datzelfde te gaan doen of iets vergelijkbaars of ook bij te gaan dragen aan een goed klimaat. Oké, en is er in elke gemeente een klimaatburgemeester? Nou, dat is in ieder geval ons doel. We hebben er tot nu toe 111 in het hele land. In een aantal gemeentes hebben we er een aantal. In sommige gemeentes missen we er nog een paar. Zo bijvoorbeeld missen we in Flevoland ook nog een aantal. Het uiteindelijke ultieme doel zou in elke gemeente één zijn. Maar dat zijn 350 gemeentes. Dus dan hebben we nog wel even te gaan. En stel, ik wil klimaatburgemeester worden. Waar moet ik dan aan voldoen? Ja, je moet iets doen voor een beter klimaat. Dat kan zijn elke dag met de fiets naar je werk. Dat kan zijn vegetarisch eten. Dat kan zijn de hele wijk van zonnepanelen voorzien. Of iets heel anders. Maar iets wat een positief effect heeft op het klimaat. En je moet bereid zijn jouw verhaal te delen in de media of in de straat of waar dan ook. Je moet de voorbeeldfunctie willen vervullen. Oké, en is er nog een specifieke reden waarom er voor de term burgemeester is gekozen en niet bijvoorbeeld ambassadeur? Omdat burgemeester heel erg past bij de gemeente. Omdat we het heel lokaal willen houden. Omdat een burgervader heb je natuurlijk ook. Het maakt het wat warmer en wat zorgzamer. En ja, vooral dat lokale speelt daar een rol. Oké, en waar in Flevoland zoeken jullie nog klimaatburgemeesters? Nog in 4 gemeentes. Dus we zoeken nog in Dronten, in Urk, Noordoostpolder en Zeewolde. In Almere en Lelystad hebben we al wel klimaatburgemeesters. Als mensen nou enthousiast zijn geworden, waar kunnen ze zich opgeven? Dat kan op de site van de overheid. Dat is www.iedereendoetwat.nl/nkw. Daar vind je ook alle informatie over wat het precies inhoudt, wat je kunt doen en wat er nog meer in die week gaat gebeuren. En dat was Helen Taylor van de Klimaatweek, de Nationale Klimaatweek, over de klimaatburgemeester.